dat is hier dan, waar deze fietsenstalling staat. De hele breedte. Hier zou het moeten komen te staan, het terras van Bar de Rits aan de Pottenbakkers Reigen. Al langer dan een jaar probeert de horecagelegenheid een eigen terras te realiseren aan de voorkant van het pand. Voor eigenaresse Marianne Bronkhorst voelt het als onrecht. Omdat iedere horecagelegenheid hier een terras aan het water krijgt en Bar de Rits niet. Het Maudershuis heeft een terrasvergunning aan het water en het pomphuis hier tegenover heeft ook een terrasvergunning gekregen. En de sigaar heeft al jaren eigenlijk een vergunning voor terras aan het water. En wij willen graag ook dat het café blijft voortbestaan. En dat het eigenlijk zoiets is van dat het oneerlijk is. Dat doet gewoon heel erg veel pijn. De gemeente Groningen zegt dat de ruimte in het gebied zeer schaars is. Volgens hen weegt het belang voor het parkeren van fietsen zwaarder dan de wens voor een terras. Daarnaast benadrukt de gemeente dat er geen ongelijkheid is tussen de horecagelegenheden in het gebied. Bij terrassen van nabijgelegen cafés gaat de ruimte niet ten koste van parkeergelegenheid. Voor Bar de Rits geldt dit wel, volgens de gemeente. Armerud Seybolts van de Stadspartij voor Stad en Ommeland komt op voor Bar de Rits. Nou, de wens van de ondernemers die was al bekend toen dit gebied werd heringericht. En volgens mij had de gemeente heel makkelijk een paar plateaus kunnen plaatsen, zoals ook aan de andere kant van de brug bij een andere horecazaak is gebeurd. Waarbij wel tegemoet gekomen wordt aan de wens van het café om een terras te kunnen hebben. En in plaats daarvan hebben ze nu allerlei fietsenklemmen voor de deur gezet. En dan kan je je afvragen, hadden al die fietsen per se op die plek voor dat café gemoeten? Daarnaast krijgt de bar veel steun van zijn gasten. Vaste gasten die staan natuurlijk achter ons. En we hebben ook een studentenvereniging die vorig jaar aan een handtekeningactie gestart is. En die is inmiddels ook alweer een keer opgestart door iemand anders. En nou goed, de mensen gaan het wel aan het hart. Dus dat er zo'n tegenwerking is dan bij ons. Eigenaresse Marianne en gemeenteraadslid Seybolts hebben zo in oplossingen voor het conflict. Ze hebben de derde stalling, de groene stalling, die is nu verwijderd. Dus op zich kunnen ze wel een eentje naar rechts nu. Ja, precies. Dat zou dan ook voor u de ideale oplossing zijn? Ja. Dat zou voor ons wel echt een ideale oplossing zijn. Ik denk dat dat best een optie kan zijn. Eigenlijk had de gemeente daar meteen al naar moeten kijken. Vroeger stonden de klemmen ook verderop in de straat. En nu zijn ze allemaal bij hun voor de deur gezet. Het begint een beetje op ondernemertje pesten te lijken in dit specifieke geval.